Yo, kijkers van Online Games, en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA nummer 5. Goed jongens, welkom terug. Gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan proberen vandaag parachute te springen op die ene berg waar we wilden. En ik weet hoe we daar kunnen gaan komen. Ja, laten we gewoon lekker gaan. Ja, ik wil dus vandaag met de helikopter gaan. Denk ik. Ja, ik heb natuurlijk niet opgezagen waarom. Het hoeft niet. Hier is dus onze helikopter. Daar gaan we heen en dan gaan we vliegen. Deze pakken we. Dat was die, ja. Ja. Dan gaan we eerst naar de helikopter. En dan vandaar kunnen we gaan vliegen en dan kunnen we kijken. Dat ik dan moet hebben. En dan kunnen we gewoon landen op de berg. Zo. Dus dat is best wel handig. Oh, als je... Ja, als je echt ruzie wilt, dan moet je... uit mijn buurt blijven, vriend. Zo. Oké, mooi. De helikopter die staat daar. Die komt steeds automatisch terug. Dan gaan we even kijken. Dat is deze. Dan gaan we de lucht in. Mijn beeldscherm is een beetje vies, zie ik. Ja. Dus nu vliegen we de rechterbaan. Dit waren die andere twee. Ah, kijk, dat zie je maar hier. Ja, daar kon natuurlijk niet met de auto komen. Volgens mij is dat met die motor. Want die motor staat er met haar parachute. Ja, we staan denk ik, we zitten op een motor. Cancel that. Turns out I can't be bothered after all. Ja, oh, we moeten springen joh. Ja, die haal ik niet te ver. Oh jawel. Holy motherfucker! Het gaat wel... Traffic. Ja, hallo? Je moet wel... Hey!
Ook is dat een. Gaat er allemaal niet. Hoe de fuck moet ik. Oké. Okay. Rustig. Rustig blijven. Op het water! Plantie voor alle. Het is op het water! Ja, een beetje half water, half niet. Hebben we nou die checkpoint behaald? Ik ga dit gewoon 100 keer proberen hoor. Plus 30. Rustig. Dan staat hij alweer. Ik moet... Nog dieper, ik moet nog dieper, ik moet nog veel dieper. Diep, diep, diep. Ja, nu heb ik hem of niet? Pas, hè, hè. Ik heb hem. Kan ik? Daar is een helikopter. Oeh, een kwad. Die staat er goed voor. Die staat hier. Kan ik niet. Hier naartoe misschien. Ik heb dan deze ook nog van. En dit, kijk. Die hebben we in ieder geval gehaald. Maar dat was natuurlijk ons doel. Om te doen. Ik zit niet prankt in zijn auto. Dat is de auto van die gozer hier. Oh, get in, my friend! Hope you got your big boy pants on! They're going high! Ja, ik wil graag mee, mag dat? Nou, dan hebben die ze ook al gehad. Try to enjoy the view, we sprang out of both ends.
Oké, ik moet daar. Dus het is meteen. Oké, het zijn nu checkpoints, dus dit moet goed gaan. Waar staat die? Oh, die staat helemaal daar, joh. Dat is ver. Waarom staan die zo ver uit elkaar, joh? Waar staat mijn auto eigenlijk? Oh, die staat weer thuis. Oh shit, gaan we niet vertellen dat ik op de legerbasis moet gaan landen? Echt niet, want die staat links. Oh nee, ik ben er ver vanaf. Ik zie de volgende ook al heel niet. Maar ik moet. Waar staat die nou? Oh, daar! Zo nou. Moet ze zeker dadelijk misschien om die brug door. Ze zijn niet heel dicht bij elkaar. Daar moet je gaan landen. Oké. Oh, damn! Wait. Pilot. Opnieuw. Dit gaat goed komen, dit gaat goed komen. Dit gaat goed komen. Aan. Dit gaat goed komen, jongens. Bochtje. Ik sta nu ver uit elkaar dadelijk. Als je bovenop de legerbasis kunt, ik moet echt een keer die straal. Ja, dat heb ik zo vaak geprobeerd, maar dat lukt me niet. Moet ik toch misschien weer een keertje proberen, maar dan maar treffen, hoor. Want hij heeft meer vliegdingen. Hij straalt heel goed in. Het is op zich wel heel erg mooi om te parachuteren tussen die bergen allemaal. Die bergen, daar kun je toch niet bijna niet opklimmen. Ik weet niet hoe mensen de Mount Everest beklimmen. Rustig laten zakken. Stijl laten zakken. Stijl. Ja, en nu landen. Nee. Come on. Weer te laat. Laatste keer. Op zich zakken we goed wat, maar nu wil ik moeten zien maar. Oh ja, daar. Maar je zou zeggen dat die allebei even hoog zijn, maar ik moet toch bijsturen. Ik moet niet
niet al te veel naar onder gaan zakken. Nu ga ik het halen. Als ik het nou niet haal, dan kap ik daarmee en dan doe ik die in de volgende aflevering. Tussen die mooie bergen weer door. Op zich wel een mooie parachute vind ik. Want die hele zwarte is ook mooi. Dat is ook vrij gevaarlijk. Als je verkeerd neerkoopt, maar dan heb ik het ook rustig, rustig. Okay. En nu zakken. Ah, dit is mooi. Bah, dit is mooi. 100%! 100% in de keer. Nou, de Captain Mountain. Oké, okay, nice. Hé, hey, er staat gewoon een quad hier. Hoe mooi is dat? Nou, neemt hij gelijk mee. We hebben dus nu aan deze kant alles gehad. We hebben die ook gehad. We moeten alleen... Die is gehad. Volgens mij zijn nu alle parachutes gedaan. Ja! We hebben vandaag... die twee... gedaan. Laten we het bos maar even uitrijden. Rijdt u goed? Oh ja. Laten we het bos maar even uitrijden. Dit is natuurlijk met een afsnoer. Maar... ik moet je... ik ga het ook wat laten zien. Ik wil rijden. Oké, okay, nou kijk. Dit zijn de staat. Kijk, dan kun je kijken. Ja, hoe lang dat we alles gehad hebben. Kijk, hoe lang dat we in een auto hebben gereden. Trafief 4 uur 39 minuten en 38 seconden in een auto. Dat is de tijd in totaal. Het is niet de tijd in GTA zelf. Maar het is of je de tijd van ons eigenlijk. Ja, de tijd van dagen in het echt. Dus 4 uur 39 minuten en 38 seconden. De kaart 203,95 miles. Dat is weet ik niet. De ruite motors. Zeg hoe vaak dat we op een motor hebben gereden met trappen. 27 minuten en 10 seconden. Timing vlieging. De tijd in totaal wat we aan me gevlogen hebben in een helikopter was 58 minuten en 47. En planes, vliegtuigen, 35 minuten. Boot, 2 minuten. Travel. ATV's, 11 minuten 34. Dat zijn die dingen die waar ik nu eigenlijk geloof in rij. Oh, dat is geld. En microwave, 6 uur. 1 minuut 34 seconden. En Franklin heeft 5 uur. Dus eigenlijk heeft Michael Cashew heeft de meeste. 27, 28. Michael heeft de meeste. Oké. Okay. 100% checklist.
Messians 69 van de 69. Hobbies and Pust Minds 10 van de 42. Strinkers and Freaks 12 van de 20. Dus er loopt nog 8 ja, missies. Random Events 11 van de 14. Messians. Dat is dus 2 van de 16. Settings. The game. Kijk. Replay Mission. Dit zijn allemaal missies die we allemaal gehad hebben. En ik wil proberen om een keer al die missies allemaal in het goud. Daarom zijn er 71. Zo maak ik dit dus time. Kill Trevor. Kill Michael. Kijk. Headshot 20 van de stick bom. Kill Chang with a sticky bomb. Dat heb ik niet gedaan. Lead Labutom kill Steve Hines with a headshot. Dat hebben we. Attack. Kill Strike with a melee attack. Wat? Time, je moet daar 21 minuten 30 seconden over doen. En we hebben er een half uur over gedaan. 20 eetjes. Missed them complete with 16 minuten. Chin-chan. Drop the gold out to train. With 30 binnen 30 seconden moet je hem droppen binnen 54 akken. Maar sommige hebben al gehad de dooting tijd, daar hebben we 100%. Deze ook. 8 seconden. Binnen 10 minuten hebben we 17 minuten gedaan. 9 minuten dat King out the boat, the Battle of Waco. We hebben binnen 5 minuten 3 seconden gedaan. Zie je, dat zijn eigenlijk allemaal missies. Kijk maar van bovenaf aan. Sommige die zijn eigenlijk al goud. Kijk, deze is goud. Find aan Lamar. Die moeten bij. We moeten alleen de aliens doen. Kijk, deze. Binnen 6,5 minuten heb ik 10 minuten 6 over gedaan. En 4. Dus dit zijn nog allemaal missies. Kijk, replay things on fix. Dat is ook nog allemaal gedaan. En hoe zit het met online? Maar goed, dan moeten we. Dan kijken we nog wel een keer naartoe. Aanslag! Kom aanslaan. Goed, kijk eens, maar ik ga het hier belaten. Ik ga even hier staan. Goed, kijk eens, ik ga het hier belaten. Ik hoop dat jullie er morgen er ook bij zijn. En dan zien we wat we dan gaan doen. Want we hebben alles, ja, toch wel een beetje gedaan. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan maar weer, jongens. Mazzel!